Beste luisteraars, en u luistert nog steeds naar de uitzending van Damsko Somitang. Of als u luistert via www.radiotamara.org, dan luistert u naar Radio Tamara. Het programma Wist U Dat? Wij gaan verder met dit programma en welkom de mensen die pas hebben ingeschakeld. We gaan nu overschakelen naar Owen Venlo. Owen, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, luisteraars. Ja, Owen, het is... we gaan het hebben over onder andere mevrouw Roemer. Ja. Astrid Roemer. Schrijven, ja. En het is natuurlijk een hele trieste zaak dat aanvankelijk iemand die toch haar sporen verdiend heeft, en ja, je kan dat niet aan de kant zetten, dat ze op een gegeven ogenblik toch, vooral wat betreft de Nederlandse letteren, ja, toch een hele voorname rol speelt. Ja, ja. En dat eigenlijk krijg je weer een bekend verschijnsel, Iwan. Namelijk, dan heb je geweldige expertise, geweldige talenten op een bepaald terrein. In dit geval schrijven. Ze had al eerder, Astrid Roemer, de PC Hoofdprijs gekregen. En nu krijgt ze de prijs der Nederlandse letteren. Wordt altijd georganiseerd. Is eigenlijk een prijs van België en Nederland samen. Nederlands taal sprekende landen. En dat is dus die schrijverskant. Maar bij iedereen geldt natuurlijk altijd ook een andere kant. Wat voor waarden en normen heb je als mens? En dus even niet als schrijver of als kunstenaar, maar als mens. Nou, en ja, in de meeste gevallen lopen die twee dingen samen. Hè? Dus je talenten ontwikkelen, in dit geval schrijver, en waarden en normen. Nou, een heleboel mensen hebben die prijs uit Nederlandse letteren ook gekregen. En bij allemaal gingen die twee dingen samen. Normen, waarden, fatsoen en je talenten, schrijverstalenten. In dit geval is het anders gegaan, anders gelopen. Over haar schrijvers talenten en producties, allemaal lof. Toppie, toppie, toppie. Maar over haar persoonlijke opvattingen over maatschappelijke dingen, daar is de fout in gegaan. En met name, luisteraars zullen het gelezen hebben, Iwan, jij ook, als er gesproken wordt over de Surinaamse heer Boutersen, ex-president. Maar eigenlijk is het de discussie gegaan niet over de ex-president, maar over de burger, militair, Boutersen. Met name over de dingen die gebeurd zijn op 8 december 1982. En dus dat was toen de burger Boutersen. En daarvan heeft ze gezegd dus dat hij een soort held was en hij verdient een standbeeld en ze zal hem nooit laten vallen. Dan moet je bedenken dat ze dat zegt over iemand die tot 31 jaar celstraf is veroordeeld. 11 jaren wegens drugshandel in Nederland, 20 jaren wegens medeplichtigheid aan moord op 8 december 1982. Vanuit een oogpunt van normen, waarden, fatsoen en respect voor wet en recht kan je dat niet zeggen. Hè, dus dat heeft zoveel commotie, teleurstelling opgeleverd bij zoveel prominente mensen in Suriname en in Nederland. Wit en zwart, maakt niet uit. Dat er een st-
storm, stortvloed van brieven richting het bestuur van de Nederlandse Taalunie, want de Nederlandse Taalunie geeft dat, die prijs. Waardoor de Nederlandse Taalunie zich opnieuw moest beraden over wat zij nog konden doen om van hun ongenoegen op dat aspect, de persoonlijke uitlatingen van Astrid de Roem, wat konden ze nog doen om te laten blijken dat ze het volstrekt mee oneens zijn. En het enige wat ze konden doen nog, dat was door geen officiële prijsuitreiking door de koning in van België. Elke 3 jaar is het koning van België, koning van Nederland. Nu was België aan de beurt. Dat hebben ze dus afgeblazen, want hebben ze gezegd, dit is zo onwaardige. Dat zijn zulke onwaardige uitspraken van Astrid Roemer over de rechtsstaat, waardenormen. En dat is dus gisteren of eergisteren het besluit van de Nederlandse Taalunie geweest. Want, om het compleet te maken, de prijs heeft ze al gekregen. Is haar meegedeeld, officieel. En het bedrag dat aan die prijs verbonden is, 40.000 euro, is ook aan haar al overgemaakt, heeft ze ook gezegd op televisie en radio. Dus kortom, het enige wat de Nederlandse Taalunie nog kon doen, naar aanleiding van zoveel teleurstellende brieven over haar uitspraken, was wat nog moest gebeuren, wat nog niet gebeurd was, de officiële uitreiking cancelen. En dat is gebeurd. Ik vind het jammer dat het zo gegaan is. Maar aan de andere kant zeg ik ook, Iwan luisteraars, het cancelen van de officiële uitreiking heeft Astrid Roemer aan zichzelf te wijten. Want je kan niet, naar aanleiding van vragen over de heer Boutersen, die veroordeeld is, dat afdoen als ik geloof het niet. Ik bedoel, dat kan niet. Dus ik denk dat ze dan ook van alle andere mensen die in de Surinaamse gevangenissen zitten zegt, ik geloof het niet. Nou goed, ik bedoel dan in de volksmond zou je zeggen, dan is er een steekje los. Nou, absoluut. ja toch, ik bedoel, daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben. Gewoon logisch nadenken. Ja, is de conclusie dat was niet goed. Dat was niet best. Er zijn mensen die zeggen van, kijk, je kan haar niet kwalijk nemen voor deze uitspraken die ze gedaan heeft. Mm-hmm. Omdat dat een kwestie is van vrije meningsuiting. Ze heeft het recht om haar mening te geven over bepaalde zaken. Ook al gaat het over meneer Boutersen. Dat is niet erg. Ik bedoel, zaken heb ik ook tot me moeten nemen. Een paar mensen, want er zijn natuurlijk ook altijd mensen die er anders over denken dan een grotere groep die vindt dat dit niet kan. Ja, natuurlijk. Kijk, natuurlijk. En niemand ontkent ook haar recht op vrije meningsuiting. Alleen zegt men, wij, de anderen, andersdenkenden, hebben ook een recht om ons te distancieren daarvan en de maatregelen te nemen die wij mogen nemen, die wij nodig vinden. En in dit geval was een van de maatregelen, officiële uitreiking gaat niet door. Dus kortom, overigens, de meeste mensen moet vergeten, een tweede deel van die vrijheid van meningsuiting, in de Nederlandse grondwet staat het, vrijheid van meningsuiting. Daar komt het. Behouden dus ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Dus kortom, vrijheid van meningsuiting, maar altijd is er een maar. Let op, anderen hebben ook rechten.
Daar heb je ook een verantwoordelijkheid voor. Dus jij kan wel dingen zeggen, maar als de anderen dat niet accepteren, dan mogen zij ook maatregelen treffen. Dus kortom, de medaille heeft, net als iedere medaille, twee kanten. Normaal gesproken zeg ik, Astrid, niet verstandig, niet alleen in dit geval, maar je moet altijd als bekende Nederlander, want dat is Astrid Roemer zo zoetjes aan, je moet altijd rekening houden met de gevolgen van je uitspraken. En in dit geval is dit het gevolg. Of is hier de uitreiking afgeblazen. Maar bij andere situaties kan het andere gevolgen hebben die niet zo plezierig zijn. Ja, ja. Mensen zullen je weigeren om toespraken te houden. Mensen zullen komen demonstreren bij een toespraak die je houdt. Dus kortom, maar dan moet je niet... Ja, dat heb je al jezelf te wijten. Dus kortom, dan we hopen dat deze bladzijde snel voorbij gaat. En dat ze ook geleerd heeft hiervan. Maar ik heb... Nou, ik weet het niet hoor. Ik heb een harde hoofd erin. Ja, ja, absoluut. 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 Kijk, ik ken haar vanaf de kleekschool. Ja. Oh, ja. Ja. En ja. Ik... Ja, ik kan, wat dat betreft is ze helemaal niet veranderd. Dus wat dat, ze zal ook nooit veranderen, denk ik. Ja. Ze zal nogmaals een geweldige schrijfster. Ja. Maar nee. En het gekke ervan is, je hebt sommige mensen, ook mensen die heel vaak de publiciteit zoeken in Suriname, of ze zitten gewoon in de publiciteit. En wat ze ook allemaal voor opmerkingen maken en schrijven van ja, ze is een fenomeen en ze zal het ook wel blijven. En het is wel jammer dat dit gebeurd is, maar ze blijft bij haar standpunt en dat is goed. Ja, nee, akkoord. Dat recht heeft ze. Alleen datzelfde recht hebben anderen om dat te bestrijden. Dus, en dan moet je je gaan afvragen, ja, maar wat is nou verstandig? Wat is nou wijs? Wat is nou wijsheid? Nou, allerlei mensen tegen je in het harnas jagen op een zo gevoelig thema, moorden. Dan zegt zij nee. Want hij verzegt dat hij het niet gedaan heeft. Ja, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom, hij is veroordeeld door een onafhankelijke rechter voor medeplichtigheid aan moord. Dan is niet meer van belang of hij wel of niet de trekker overgehaald heeft. Maar hij was erbij betrokken. Hij was de leider in het land toen, ben je dacht. Dus kortom, overigens heeft Bouter zelf niet zo gek lang geleden gezegd dat hij verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen van 8 december. Dus dan vraag ik me af, ja, Astrid Roemer, dat zou je toch zelf ook hebben gelezen. En hoe kan je dan zoiets zeggen? Maar goed, dus dat was de pijnlijke affaire voor ons allemaal. Surinaamse, bekende Surinaamse in de problemen komt. En straalt dat altijd een beetje uit, ook op ons, andere Surinamers. Het is verdrietig. Maar goed, nogmaals, je hebt een punt, want ik denk ook dat ze niet verandert. Ja. Pardon? Goed. Ik denk dat ze niet verandert. Nee, 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 nee. Ik denk het ook niet, maar goed. Nou ja. Oké, okay, goed. Ik zal niet... Wat zei je niet? Ik zal niet meer zeggen dan dat. Nee. Natuurlijk, want ik kom niet zomaar tot die conclusie. Ja, nee. Ander onderwerp? Ja, en nog even een laatste uitsmijter bij Astrid Roemer. Iemand zei, en dat weten we allemaal ook, genialiteit... Als je heel erg slim bent, gewenst aan gekte. Ja, ja. Maar nee, Owen, je moet het niet zo zeggen. Want, Sommige mensen die super intelligent zijn, gewoon IQ-test.
super. Ja, ze hebben allemaal een tik. Ja, ja. Nee, dat is... Goed. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Dat is... Dat zijn mensen die... wanneer aan de ene kant super intelligent... Ja. Ook vaak kunstenaars hebben dat vaak. Ja, precies. Weet je? Ja. Maar in dit geval zijn er bij de Roemers meerdere geweest die dat probleem hadden. En, ja, dat klopt. Waarschijnlijk kan ze er ook niks aan doen, want nee, het is iets wat... Erfelijke. Ja, het is een erfelijk iets. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, spiritualiteit is onverbiddelijk, zeg ik altijd. Ja. Maar goed. Volgende onderwerp. Inderdaad, Ivan. President Santoki komt op, ik dacht, 8 september of zoiets, ja. Komt hij het Nederlandse parlement toespreken? Nee, toch? Krijgen we dat weer? Ja. Je weet, hij zou al eerder komen, maar door COVID moest het steeds worden uitgesteld. En, is er dan al een nieuwe regering? Men gaat ervan uit dat het er dan al zal zijn, maar het ziet eruit dat dat dus niet zo zal zijn. Want we zijn nu al een maand voor 8 september. Maar we zullen het zien. Maar kennelijk hebben ze gemeend, omdat die kabinetsformatie zo lang duurt, om bepaalde dingen toch door te laten gaan. En een van die dingen die doorgaan is dus de toespraak van de Surinaamse president in het Nederlandse parlement. Ja, maar die Nederlanders, als de regering er niet is, een nieuwe regering, ja, dan kunnen ze geen afspraken maken. Want kijk, ik neem aan dat die regering in Suriname verwacht dat ze hier kunnen onderhandelen en misschien geld kunnen krijgen of wat dan ook. Ja. Maar daartoe kan die regering niet beslissen, neem ik aan. Nee, klopt. Maar dat wordt ook van tevoren voorbereid via de ambassade van Nederland in Suriname. Dat wordt goed van tevoren voorbereid, behalve de protocolaire dingen, ook de beleidsinhoudelijke dingen. En daarmee wordt dan rekening gehouden. President Santoki houdt daarmee rekening in zijn toespraak aan in het Nederlandse parlement op 8 september. Dus kortom, hij kan zijn verhaal komen houden en rekening houden met de demissionaire status van dit huidige kabinet in Den Haag. En ik zeg met nadruk, dit is uniek, hè, Ivan, wat er gaat gebeuren. Het staatshoofd van een ander land het Nederlandse parlement komt toespreken. Heel uniek. Gebeurt bijna nooit. In alle vorige gevallen waarin het gebeurde, heeft het staatshoofd van een ander land de verenigde vergadering van Tweede Kamer en Eerste Kamer samen toegesproken. Dus dan moet je eigenlijk voorstellen, de setting zoals die is, op de derde dinsdag in september, de troonrede, dan komt het staatshoofd, de koning, Willem-Alexander, de verenigde vergadering van Eerste en Tweede Kamer toespreken. Nou, bij het geval van Santoki zal dat volgens mij in dezelfde setting gebeuren. Santoki komt toespreken, de verenigde vergadering van Tweede en Eerste Kamer samen. En ik denk dat het ergens in een grote kerk of weet ik veel waar, de ridderzaal wordt volgens mij verbouwd of zo. Maar kortom, dat is de bedoeling. En nou is er nu al een beetje commotie aan het ontstaan, Ivan, luisteraars. Want de ervaring met 1 jaar president Santoki heeft eigenlijk opgeleverd benoemingen familie en vrienden. Eigenlijk veel meer dan de afgelopen jaren het geval is. Spanningen tussen de etnische groepen. En heel veel mensen zeggen, we zijn benieuwd of president Santoki een evenwichtige toespraak gaat houden voor het Nederlands parlement. Een evenwichtige toespraak in die zin
dat alle etnische groepen zich moeten kunnen vinden in die toespraak van president Van Toki. Ja, maar waarom zou je alle etnische groepen in Suriname... alle vijf moet gaan noemen, ja, dan wordt nee, het... Nee, dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen, de dingen die hij gaat zeggen... moeten natuurlijk meer verbindend zijn voor alle groepen. Ja, dan moet, hij moet zelf weten wat hij gaat zeggen. Maar om een voorbeeld te noemen, waar ook een heleboel mensen op zitten te wachten... De minister van Buitenlandse Zaken, Ramdin, heeft gezegd een keer... toen hem gevraagd werd iets over slavernijverleden... herstelbetalingen, excuses... toen heeft hij gezegd... Suriname zit niet te wachten op herstelbetaling. Dus hij is min of meer uitgegaan van zijn eigen mening... en ja, niet van de mening van het land. Precies. En daar wringt de schoen... Want hetzelfde geldt natuurlijk voor de excuses. Terwijl wij als Surinamse gemeenschap bezig zijn. Amsterdam is over de dam. Mooi, Amsterdam is over de dam. Heeft excuses aangeboden voor de rol van Amsterdam in het slavernijverleden. En dus stapje voor stapje, Abu Taleb van Rotterdam heeft gezegd: laat hem doorgeven met Rotterdam ook. Aankomt met de excuses, dan kan natuurlijk de Surinaamse president, ongeacht wie dat is, geen afbreuk gaan doen aan deze ontwikkelingen met problemen die Indische mensen hebben, nakomelingen van de Indische mensen hebben, met de koloniale periode van Indonesië, waarin Nederland verschrikkelijk tegeer gegaan is, gemoord en noem maar op, in Indonesië. Dus kortom, een multi-etnische samenleving vraagt van een multi-etnische president van die samenleving zeer evenwichtige benadering van problemen zoals deze als het gaat om het overleg en het contact met de Nederlandse overheid, parlement, regering enzovoort. Iedereen is benieuwd. Een paar mensen hebben opgeroepen om te demonstreren als de president van Toki die toespraak komt houden. Maar op mijn vraag, ja, maar waarover wil je gaan demonstreren? Je weet toch nog niets? Dus je moet even afwachten, toch? Om te horen wat de president gaat zeggen. En dan kan je pas daarna gaan kijken of je wel of niet moet demonstreren. Maar Santoki heeft het voor hemzelf niet gemakkelijk gemaakt met zijn benoemingenbeleid. Waarin hij 80% familie en vrienden heeft benoemd. Brunswijk 80% familie en vrienden benoemd. De Moharje 80% PL familie en vrienden benoemd. Dus kortom, het is er allemaal niet gemakkelijker op geworden. En dat is eigenlijk ja, mijn grote teleurstelling ook, Iwan, met Santoki. Zoveel beloofd. Zo weinig waargemaakt. En mijn laatste hoop dat president Santoki zou gaan reshuffelen. En na 1 jaar Santoki lijkt vervlogen te raken. Hij praat niet eens meer over reshuffelen, zakenkabinet of technocratenkabinet ervan maken. Praat hij niet over. En dus ik ben bang dat hij met dit kabinet de 5 jaren niet gaat halen. Dus maar we zullen het zien, Iwan. We zullen het zien. Ja, ja. Maar goed... Even bij het parlement nog blijven in Nederland. Ja. Het vervolg van de affaire Quincy Gario en bijeen, Sylvana Simons. En even kort. Er ligt een addertje onder het gras, hè. Want Iwan, luisteraars, het systeem hier in Nederland is bij de verkiezingen, als je die lijst hebt, dan is dat de lijst. Dus lijst van bijeen, Sylvana Simons, 2, Quincy Gario.
Benzigario is door bijeen, de partij van zijn vader, uit de partij gezet. Dus hij is geen lid meer van bijeen. Maar de kieswet houdt geen rekening met of je wel of niet lid van die partij bent. Jij staat op die lijst als twee. Dus als er iets gebeurt waardoor Sylvana tijdelijk bijvoorbeeld niet in de Kamer kan functioneren, dan moeten ze altijd eerst naar Quincy Gario gaan voordat ze nummer drie kunnen vragen om waar te nemen. En dat is een klein tijdbommetje waarvan Sylvana goed moet beseffen dat dat zich kan aandienen. Je weet, we zijn mensen van de dag, Iwan, dat is zo ben je er niet. Het hoeft nog niet eens zo dramatisch te zijn. Nou, zeg je half jaar of een jaar door omstandigheden niet dan functioneren in de Kamer. Dan kan jij niet zomaar zeggen, we gaan nummer drie vragen. Nee, je moet eerst nummer twee vragen. En dat is Quincy Gario. Dat doet de Tweede Kamer. De griffie van de Tweede Kamer doet dat. Dus kortom, Quincy Gario heeft nog een troef in handen. Als het de situatie ontstaat. Maar goed, dan we hopen dat, dat er een goede oplossing voor gevonden wordt. Als het zich aandient, zo'n situatie. Dus Iwan, ja, dat zijn spannende tijden. Ten slotte nog een laatste item, Iwan. Zoals je weet, luisteraars, Iwan, zijn ik geloof ik al derde of de vierde of vijfde olieput gevonden in het Surinaamse deel. En dus van Suriname. En over een jaar of vier, vijf, zes kan begonnen worden met het exploiteren van die oliebronnen door Suriname. Oké. Suriname zit nu in een dramatische crisis. Ik moet je zeggen, als ik met mensen uit Suriname spreek, zoals met tranen in mijn ogen hoor ik hun verhaal dat ze niet uitkomen. Dus dan vraag je je af, is het niet mogelijk om nu al inkomsten te hebben voor de exploitatie, de olie, die we over vijf jaar gaan krijgen? Kan je niet nu al een soort, laten we zeggen, een soort voorschot krijgen, wat je dan kan verrekenen straks na vijf jaar? Want dan heb je nu al de mensen kunnen helpen om een behoorlijk bestaan te hebben, te kunnen eten, drinken, enzovoort, enzovoort. Nou, daarover kunnen we nu al geld krijgen voor de olieinkomsten later. En zo ja, hoe kunnen we dat krijgen? Wat is de beste manier om het nu al te krijgen, olieinkomsten? Daarover zou je een maatschappelijke discussie moeten houden in Suriname. Toppers, economen, fiscalisten, managers, toppers zouden een discussie moeten houden. Want er zijn steeds meer geluiden hiervan dat het wel kan. Er zijn genoeg bedrijven en multinationals die zeggen, oké, zoveel olie gevonden van zoveel kwaliteit. Zo, wij zijn bereid om je nu al een paar honderd miljoen of een paar miljard te geven. Het verrekenen we straks als we nu die rechten kunnen kopen. Dus kortom, die vraag, kunnen we nu al geld krijgen als een soort voorschot op de inkomsten over vier, vijf jaar die we gaan krijgen? Dan kunnen we nu al Suriname, de bevolking, welvaart en meer welvaart en welzijn bieden. En daarover zou het leuk zijn en goed zijn en zinvol zijn om een nationale, transparante, open discussie te hebben met toppers, managers en voorbeelden uit het buitenland waar ze hetzelfde gedaan hebben. Ja. En dan zouden we misschien toch sneller Suriname uit de crisis
kunnen halen. En niet helemaal overgeleverd zijn aan IMF. Ja. Met zijn strenge voorwaarden. Dat is inderdaad zo. Maar er zijn, de luisteraars merk ik vanmorgen, zijn zeer actief. Er wordt veel gebeld. En ik heb een column doorgestuurd gekregen over die kwestie van mevrouw, daar wil ik misschien straks nog eventjes voorlezen. Ja. Maar er was ook een andere luisteraar die vroeg van heb je iets gehoord? Want er sprake van dat er traangas zou zijn opgeslagen door de president. En de vraag is, waarom ga je dat opslaan? Ja, dit is een onderzoek. Het Openbaar Ministerie in Suriname is daarmee bezig op dit moment. Ja, ik word een beetje moe van het Openbaar Ministerie in Suriname. Oh. Ja, en ik ga in elk geval of dit weekend of volgend weekend praten met iemand. Ja. Het is verschrikkelijk wat die man heeft meegemaakt en nog steeds meemaakt met rechters, ja, met advocaten, niet zoals, ja, advocaten ook voor een deel, ja, maar voornamelijk rechters en het Openbaar Ministerie. Ja, ja. Het is werkelijk ten hemels. Hij zegt het ook, Suriname is geen rechtsstaat. Want mensen die duurt allemaal te lang. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, die man heeft zijn verhaal verteld. Ja. En ik heb toen... toen heeft hij contact met me opgenomen. Mm. En ik zou zelf contact met hem opnemen nadat ik het verhaal gehoord had van die man. Mm. Maar hij deed het, dus ik heb hem beloofd dat we een van deze dagen een uitvoerig gesprek zullen hebben over de dingen die hem zijn overkomen. De man was politieman hier in Nederland. In Rotterdam. Ja. En op een gegeven ogenblik is hij met zijn vrouw, want hij zei van ja, kijk, die vrouw was, hoe noemen ze dat, modespecialiste in allerlei lichamelijke dingen, nagels knippen, gezichten verzorgen en dat soort dingen. Ja, ja. Ja, dus op een gegeven ogenblik heeft die man gedacht van ja, kijk, misschien kunnen we beter naar Suriname gaan en dan gaan we daar een bedrijf opzetten met en mensen in dienst nemen die ook leren het vak enzovoort. Ja. Nou ja, goed. Maar goed, dat verhaal komt nog wel. Want die man gaat het zelf vertellen. Maar het is onvoorstelbaar hoe bepaalde rechters besluiten nemen. Terwijl ze op het laatste moment, en vooral omdat een bank erbij betrokken is, ik kan het noemen de Hakrenbank. Ja. Ja, man, het is ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Okay. En dan ontkom je niet aan de indruk dat die mensen gewoon betaald worden. En dat is verschrikkelijk. Ja. Dus ja, daarom die opmerking van me van als ik hoor Openbaar Ministerie in Suriname, dan krijg ik de kriebels ervan. Ja, ja. Maar Iwan, kijk, daarom ben ik nu al 30, 35, 40 jaar bezig een pleidooi te houden voor het diaspora-beleid. Want weet je, dit is al erg wat je noemt, maar nog een heleboel andere dingen in Suriname die gewoon niet goed lopen, die niet goed gaan. En de andere kant is dat een heleboel Surinamers in het buitenland de expertise die nodig is om het wel goed te laten gaan in Suriname, dat hebben ze, die expertise. Maar Suriname doet er geen beroep op. En als Suriname er een beroep op doet, dan zegt Suriname voor niets, moet je gewoon komen. Nou, dan gaat er niemand komen. Want voor niets gaat alleen de zon op. Ja, als je, daarom mijn stelling, ik word eigenlijk steeds driester en steeds somberder. Zonder Surinaams diaspora-beleid heeft Suriname, zelfs met die olietoestanden, geen mooie toekomst. Nee, maar diaspora-beleid, wie wil diaspora-beleid in Suriname? Die willen ze niet, want dan kunnen ze doorgaan met de ellende waar ze in het land brengen.
Precies. Ze blijven het gewoon doen. Precies. Want op deze manier kunnen ze geld maken. En de meeste van die regeerders daar, die willen geld. Geld zien. En hoe het ook komt, maakt ze allemaal geen ene uit. Ja, ik ben bang dat je gelijk hebt, Iwan. Maar dan zal het land, luisteraars, beseffen. Maar dat land interesseert ze niet. Hun zakken interesseert ze. Ja, de bestuurders en de ambtenaren. Ja. En dan is Suriname verloren. En Suriname is nu al het derde armste land van Zuid-Amerika. En praktisch failliet. Binnenkort gaan we horen, als IMF akkoord gaat, IMF-bestuur moet nog akkoord gaan. Dan komt het herstelprogramma, moet worden uitgevoerd. En dan gaan we horen wat er nodig is. En ik moet je eerlijk zeggen, Iwan, ik zie niet hoe president Santokki met zijn familie- en vriendenclub dit land tot welvaart en welzijn voor iedereen gaat kunnen brengen. Uitgesloten. Als simpelweg, en ik kom er elke keer weer mee, president Santokki zegt, er komt een speciale afdeling diaspora-beleid, zodat alle ministeries diaspora-beleid gaan voeren. En minister Ramdin van Buitenlandse Zaken zegt, nee hoor, doe ik niet. En de president is te slap om te zeggen, je doet het niet. Je krijgt de opdracht om het te doen, want anders ben je ontslagen. Dat zegt Santokki niet. Dus mensen als Ramdin en anderen, die bepalen gewoon wat er moet gebeuren. Nou, dus kortom, ik zie het somber in als er geen diaspora-beleid komt. Maar dat zeg ik niet alleen nu, Iwan, we kennen elkaar al zo lang. Ja, en waarom ik zo overtuigd ben dat Suriname verloren is zonder diaspora-beleid, omdat ik datzelfde heb meegemaakt met de Marokkanen en de Turken, waar wel diaspora-beleid is. En waar het wel goed mee gaat. Dus kortom, Suriname wil opnieuw het wiel uitvinden kennelijk. Of mensen zoals jij zegt, Iwan, de bestuurders, de leiders, het interesseert ze niet. Welvaart en welzijn voor alle Surinamers, interesseert ze niet. Geld maken, nou oké, dan is Suriname verloren. Dus ik blijf het zeggen. Misschien ga ik nog wel even naar Santokki als hij komt, want ik was van plan om met niets meer mee te doen, zolang er geen directoraat diaspora-zaken komt in Suriname. Santokki heeft het beloofd, hè? Het was zijn idee, hè? Het was niet mijn idee, iemand belde me op laatst. Ik zeg, Brada, ik heb aan Santokki gevraagd, komt er een minister diaspora-zaken? Want dat is de enige garantie dat er diaspora-beleid komt. Waarom, Iwan, luisteraars? Alleen als je een minister diaspora-zaken hebt, die staat op hetzelfde niveau van al die andere ministers, en die kan via de president die andere ministers dwingen om diaspora-beleid te ontwikkelen. Maar, mijn vraag, komt er een minister diaspora-zaken? Santokki heeft gezegd, nee, maar er komt wel een speciale afdeling. Een directoraat diaspora-zaken. En nu is hij president geworden. Daarna heeft hij ook nog gezegd, ja, er komt een directoraat, een speciale afdeling diaspora-zaken. En is er nog steeds niet gekomen. Ja, er is een luisteraar die zegt van, eigenlijk zeg je twee verschillende dingen. Aan de ene kant roep je mensen op om niet te gaan demonstreren. Ik weet niet of je dat gezegd hebt, want ik heb het niet gehoord. Maar aan de andere kant zeg je dat jij wel naar Santokki toe gaat. En dat vindt een luisteraar nogal vreemd. Nee. Ik ga dus, hij heeft ook bijeenkomsten. Dus ik ga niet naar de toespraak van hem daar. Maar hij heeft bijeenkomsten waarbij ik hem wil vragen. Die ene vraag blijft bij mij. Komt dat directoraat, die speciale afdeling, diaspora-zaken, komt het er nou wel of niet? Dat wil ik hem weer vragen. Want tot nu toe heeft hij steeds gezegd, ja, het komt er. Maar nee, hij begint er niet mee. En ik heb Santokki
geschreven, geappt. Begin nou met eerst al een directeur te benoemen voor dat directoraat. Dan gaat die directeur die je benoemd hebt het verdere directoraat in. Ja, maar heeft Makka toch al benoemd? Wat? Heeft Makka toch al benoemd? Nee, dat is niet voor het directoraat. Voor de speciale afdeling in Suriname. Makka is interim voorzitter van een diasporafonds. Dat uiteindelijk een diasporabank moet worden. Maar mijn verwondering betreft. Als je een diasporabank wil hebben. Dan kan je toch het beste Jim Boussaid, de ex-topman van de Hagerenbank, vragen. Om een vestiging van bijvoorbeeld de Hagerenbank in Nederland te realiseren. Zo gebeurt. Meneer, praat niet over de Hagerenbank. Of een andere bank. Maar een andere bank zijn Surinamse bank. Maakt niet uit. Maar als je een diasporabank wil in Nederland wil hebben, begin dan een vestiging van een van de Surinaamse banken in Nederland. Maar Godo is toch al in Nederland? Nee. Godo heeft geen officiële vestiging hier, toch? Ik weet het niet. Ja, ik dacht het. Particuliere bankjes en Surichange en weet ik veel wat soort dingen. Die heb je wel. De Surinaamse bank was bezig. Ene meneer Peter Verhagen, ik heb die man ontmoet op een receptie in Den Haag. En die was bezig met het voorbereiden van een vestiging van de Surinaamse bank in Den Haag. Maar ineens was het gestopt. En het ging niet door. En het is bevestigd door een familielid van mij die bij de Surinaamse bank werkte. Die heeft mij gezegd, ja klopt, we hadden Peter Verhagen gevraagd om een vestiging van de Surinaamse bank in Den Haag voor te bereiden. Dus kortom, een bank, dus men denkt, president Satoki, zijn familie en vrienden die denken dat je zo'n bank hebt gevestigd, opgericht hier in Nederland. Als je de voorwaarden ziet waar je aan moet voldoen, de Nederlandse bank is de toezichthouder. Dat gaat dus echt niet gebeuren. En nogmaals, wil ik nog echt tegen iedereen zeggen. Die bank die we willen hebben, is geen bank voor zwart geld. Hè? Het gaat om wit geld. En niet om zwart geld. Want anders krijg je die vergunning. Anders krijg je die vergunning sowieso al niet. Ja? En dan moet je beseffen dat hier in Nederland toch al de zaak loopt rondom de in beslag genomen hoeveel 19 miljoen. Dus kortom, ik begrijp het allemaal niet hoor. Ik begrijp dat. Oké. Dus Santoki heeft een gigantische opdracht. En ik ben benieuwd hoe hij zich daarvan af gaat, hoe hij dat zal afbrengen. Dus, ja. Nou ja. Oké, Owen. Ik zal zeggen. Iwan. Bedankt. Dat was het weer. Ja. Aboem. Bedankt voor de luisteraar. Tot de volgende keer. Tot de volgende week. Aboem. Bye bye. Bye bye.